Het Peperpot Natuurpark heeft een nieuwe leiding. En na een moeizame periode met bestuurswisselingen en onzekerheden over de toekomst, hebben een nieuw bestuur en management zich in augustus 2018 over de stichting van het Peperpot Natuurpark ontfermd. De nieuwe leiding heeft schoonschip gemaakt en ontwikkelt nieuwe activiteiten waarvan de inkomsten gebruikt zullen worden voor duurzame bescherming, educatie en onderzoek. Zij werkt nu hard aan een nieuwe toekomst. Opgeschoonde paden, 3,5 kilometer nieuwe wandel- en fietsroutes, 4 kilometer watergangen, een 12 meter hoge uitkijktoren en een groep goed opgeleide gidsen. Het zijn enkele van de nieuwe ontwikkelingen die Peperpot Natuurpark in de loop van 2019 zal presenteren. Van de ruim 800 hectare van de oude plantage is een deel opengesteld, zodat bezoekers kunnen genieten en leren van een rijkdom aan bomen, planten en dieren vlakbij Paramaribo. Peperpot is met meer dan 270 vogelsoorten een spotgebied met internationale bekendheid. Een ander bewijs van de gezondheid van het gebied is de aanwezigheid van 6 van de 8 katachtigen die in Suriname voorkomen. Er zijn in het gebied veel apen te zien en ook bijzondere insecten, vlinders en zelfs reuzen-miereneters.